Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Voorlopig hebben we met een zuidwestelijke stroming te maken met aanvoer van zachte lucht. Ook trekt er een storing voorbij. Die ligt op het moment boven het zuidwesten van het land en trekt in de loop van de avond over het land. Een tweede storing ligt op het moment boven de Britse eilanden en daar krijgen we morgen mee te maken. Voor vanavond betekent dat dat van het zuidwesten uit de wolking dikker wordt en dat het gaat regenen. Het koelt niet verder af vannacht naar dan 14 of 15 graden. En de wind waait matig vanuit het zuidwesten, windkracht 3 tot 5. En morgen blijft het veelal bewolkt en is het regenachtig. De meeste regen wordt boven het noorden en het westen van het land verwacht, maar met een middagtemperatuur van 15 tot 18 graden is het niet koud voor de tijd van het jaar. Zondag is het beter, het blijft droog en de zon schijnt geregeld. En het wordt dan 14 tot 17 graden bij een zwak tot matige zuidelijke wind. Op maandag en dinsdag staat er veel wind vanuit het zuidwesten, windkracht 6. Op het IJsselmeer en aan, aan zee verder is het veelal bewolkt en regenachtig. Ik ben Diane Woy van weerplaza.nl.